Hey, goeiedag. Ja, eindelijk, sinds lange tijd, weer eens een filmpje van Velvet Music Eindhoven. Want, ja, jullie weten, het ging in oktober niet zo heel erg goed met mij door long covid. Maar inmiddels gaat het een stuk beter en hebben we weer wat energie om een leuk filmpje te maken. En we hebben natuurlijk ook hele mooie plaatjes binnen. Dus laat ik niet te veel uitweiden over mijn ziektebeeld en zo, kom ik rustig een keer over buurten. Het gaat echt met mij in ieder geval weer stukken beter. We hebben binnen een compilatie, Intrigue, door Steven Wilson. Met wat obscure en leuke jaren 80 muziek in de prog, rock, noem het maar op. We hebben binnen de soundtrack Daisy Jones and the Six. Was een boek, is een serie. Aurora, mooie soundtrack ook, heel leuk. Pearl Jam's 10 is er weer. Eindelijk weer binnen ook Wet Leg, de indie classic, weet je wel. En wat hebben we nog meer? De grootste hits van Pearl Jam. Nou, we hadden net al 10, daar staan ze bijna allemaal op. Maar hier staan er een paar meer op. Ik noem mijn favoriet Last Kiss, cover van Wayne Cogwan. The Wombats, op verzoek van iemand uit de straat, hebben we hem ook weer binnen. Fix the World, Not Yourself. Of wat was het ook weer? Fix Yourself, Not the World. Andersom. Anyway, Trust Fall, dit is de nieuwe Pink. Die is er ook weer, het loopt lekker. Erg goede plaat ook. Dan wat heruitgaven van Beth Hart, Screaming for Supper. My California. 37 Days, en om te voorkomen dat het filmpje 37 Days gaat duren, die hebben we een paar binnen. War in My Mind, ook topplaat. Nou ja, Beth Hart. We hebben ook nog wat ouwetjes, Beth Hart met Joe Bonamassa en zo. Ook allemaal staan. Dan de zoon van Bono natuurlijk. Inhaler, Cuts and Bruises. Een van de leukste platen van dit jaar tot nu toe. Mag ik wel zeggen, denk ik. En als klapper op de vuurpijl. Nou ja, we hebben nog wat dingetjes over U2 gesproken. The Joshua Tree is er ook weer. En Dua Lipa, de Moonlight Edition van Future Nostalgia. Met natuurlijk dat fantastische nummer, staat hier op de Prisoner met Miley Cyrus. Oh ja, morgen, vrijdag 10 maart, de nieuwe Miley Cyrus! En wat heb ik verder nog? One Direction's 4. En One Direction's Made in the AM. Harry Styles, Niall Horan, noem het maar op hè. Ja, die zaten er nog meer bij, Zayn Malik en die andere, die vergeet ik altijd. Nou, anyway, vandaag donderdag zijn we open van 12 tot 5, vrijdag 12 tot 8 en zaterdag 9 tot 5 en zondag weer 12 tot 5 en dan heb ik weekend. Tot snel, tot ziens, tot Velvet. Dag!